We hebben deze Green Dragons Den bedacht omdat wij van verschillende kanten werden benaderd door externe partijen. Toen we eigenlijk posten op social media over de verduurzaming van de TU Delft. En zeker toen bekend werd dat de TU Delft 100 miljoen ging investeren in die verduurzaming. Kwamen er gewoon veel bedrijven naar ons toe die met ons een afspraak wilden maken. Nou, daar hadden we allemaal niet de tijd voor. Dus we hebben ze uitgenodigd voor een snelle pitch. En daarvoor hebben we dit georganiseerd. Ik vond drie presentaties heel overtuigend. De eerste was iTap2. Die leveren eigenlijk tappunten voor frisdrank. Waar je met je eigen permanente beker eigenlijk frisdrank kan tappen. Waar geen suiker in zit, maar die erg goed smaakte. Dat hebben we ook geprobeerd. Dus het lijkt me erg leuk als we dat op de TU Campus kunnen gaan doen. De pitch die er voor mij uitspatte was iTap2. Ik vind het een erg leuk initiatief die heel veel studenten kan helpen in het verminderen van bijvoorbeeld hun cola zero verbruik, inclusief mezelf. Dus ja, ik vond het echt een ideale manier om mijn plastic verbruik bijvoorbeeld persoonlijk te verminderen. De tweede was een platform waarmee het mogelijk wordt om bijvoorbeeld meubels en apparatuur tussen de verschillende faculteiten te gaan uitwisselen. Die wat nu vaak nog niet mogelijk is. En het derde wat ik erg leuk vond, waren eigenlijk mijn oude studenten van het Solar Decathlon Team More. Die zichzelf aanbieden om te helpen bij renovatie en transformatie van de TU-gebouwen die aangepakt moeten worden. Waarbij ze dat volledig circulair kunnen doen. Er zijn drie categorieën waarin we iedereen hebben geplaatst. De eerste, daar gaan we mee samenwerken. De tweede krijgen een pilot en de derde is helaas niet geworden. Maar daar zijn we nu nog over aan het discussiëren. En zo snel mogelijk krijgen de deelnemers een mailtje van ons. Wat mij betreft is het zeker voor herhaling vatbaar. We vonden het allemaal erg leuk. En er zijn nog veel bedrijven waarschijnlijk die zich niet vanzelf bij mij gemeld hebben. Dus als we een call uitdoen, dan krijgen we ongetwijfeld nog meer bedrijven die willen pitchen. En we hebben natuurlijk onze eigen start-ups van Yes Delft, die nu er ook niet bij waren. Die willen we ook heel graag uitnodigen om te gaan pitchen. Dus ik zie nog wel mogelijkheden voor zeker twee extra Dragon Dance.